Anderzijds is het niet altijd plezierig, want in de ideale wereld is die storm wel erg dichtbij gekomen toen bleek dat er een boom op de schuur van Jonas Geijn uitgevallen is. Hij legde daar gisteren een erg moedige getuigenis over af, maar dat schoot in het verkeerde keelgat bij zijn neef en mede-eigenaar van de schuur, Lieve Scheire. Beide heren zijn hier aanwezig. Tijd voor een debat. Goed, van harte welkom meneer Scheire, van harte welkom ook meneer Geijnaert. Laat ik bij u beginnen, meneer Geijnaert, want u vertegenwoordigt Jonas Geijnaert, dat bent u zelf. Ja. Wat is er precies gebeurd? Wel, vorig jaar hebben mijn vriendin en ik een huis gekocht samen met de heer Scheire, dat is mijn neef, de heer Scheire en zijn vriendin. We hebben samen twee huizen gekocht met een gemeenschappelijke tuin. Ja. Ik weet niet meer hoe wij ons daar hebben laten inlullen. Meneer Scheire vond dat een goed idee om de familiebanden aan te halen, enzovoort, enzovoort. Alleszins, wij zijn op dat aanbod ingegaan. En wat gebeurt er nu? Mm-hmm. Ik ben één dag niet thuis. Eén dag en meneer Scheire laat een boom op onze schuur vallen. Ja, dat is een heel zware beschuldiging aan het adres van meneer Scheire. Dat klopt. Het is tevens een beschuldiging die nergens op slaat. De uitdrukking alsof ik een boom zou laten vallen op die schuur. Iedereen weet dat die boom gevallen is door het simpele feit dat door de weersomstandigheden, de luchtgradiënt, meerdere tientallen hectopascalen verschillen. Dat doet jij niet altijd, meneer Scheire. Jij begint met wetenschappelijke termen te goochelen, moeilijke woorden te gebruiken enzovoort, waardoor, en ik geef dat eerlijk toe, waardoor ik niet meer kan volgen. Voilà. Onze simpele kijker kan niet meer volgen. Meneer Jan Ham is al afgehaakt bij het woord boom. Ik vind dat ronduit ergerlijk. Ja, ik probeer gewoon de dingen op een logische manier te duiden. Nee, zodat weet u wat u probeert, meneer Scheire? U probeert uzelf op de voorgrond te wringen, want dat is hetgeen dat mij nog het meeste stoort. Ik heb gisteren via de media moeten vernemen dat er een boom gevallen is op een schuur die ook van mij is. Via de media, meneer Scheire. Dit zijn de artikelen die gisteren op de websites van de kranten verschenen zijn. Demorgen.be. Stormweer, Lieve Scheire deelt in de klappen. Ja. Gazet van Antwerpen. Stormweer treft Lieve Scheire. Schuur vernield bij Lieve Scheire. Het laatste nieuws. Met foto's erbij en al hier nog een foto van Lieve Scheire. Lieve Scheire, slachtoffer van storm op het nieuwsblad.be. Ik vind dat verschrikkelijk. Hoe kan ik nu controleren in een land waar er een vrije pers is, wat er wel en niet verschijnt in de kranten? Ik kan daar niets aan doen. Meneer Scheire, u heeft zelf het nieuws wereldkundig gemaakt. U heeft via Twitter laten weten, het volgende bericht is via Twitter verstuurd. Lieve Scheire, hier, dagboom op het dak van mijn schuur. Ploem, ploem. U heeft een gedichtje gemaakt. Van Ostaaien, gestolen van Van Ostaaien, inderdaad. Met een foto erbij. Wellicht heeft u een mooie cent verdient door uw verhaal te verkopen aan de kranten met foto's erbij en al. Meneer Scheire, u kruipt hier in een soort slachtofferrol. U wentelt zich daarin zonder ook maar één seconde aan mij te denken. Maar dat is het meest frappant. Ik word nergens vermeld in die artikel. Maar dat is het meest frappant, dat u mij zou verwijten dat ik in een slachtofferrol kruip. Hebt u uzelf bezig gezien in dit programma gisterenavond, meneer Geijner? Ik kan hier niet zijn en kijken naar het programma tegelijk. Ik heb voor u ook gekeken. Ik heb het zelfs opgenomen en ik stel voor dat we samen met meneer Jan Ham eens kijken naar het mooie fragment. Hebben we die beelden? Jonas Geijner, gaat het? Ja, het gaat weer. Een heftige dag geweest. Een heel heftige dag, Otto Jan. Wat is er gebeurd? Wel, het zo samen met mijn vriendin. En daar zit u dan trillend als een riet, met een dekentje om de schouders en een tas die waarschijnlijk leeg is ook. U speelt hier een hele mooie, onder de indruk zijnde man. Maar ik stel u een vraag, was u aanwezig op het moment dat de boom viel? Nee, ik was hier, ik was niet aanwezig. Ah, voilà, ik was wel aanwezig, meneer Geijnaert. Mijn vrouw is erbij en mijn twee jonge kinderen waren ook getuigen van wat er gebeurd is. En dat gekraak, meneer Geijnaert, dat gaat nog steeds door merg en been. Wel, meneer Scheire, dat gekraak van die boom gaat ook bij mij nog door merg en been. En ik was er niet eens bij. Dat is nog veel straffer. Heren, toch even technisch, van wie is die schuur nu eigenlijk? Die is van mij. Nee, maar van wie precies? Van wie is de schuur? Technisch gezien is de schuur voor 50% van meneer Scheire en voor 50% van mij. Hetzelfde met de boom. 50% is van mij, 50% van de heer Scheire. Dat is waar wat ik vertel. Daar ben ik het volledig mee eens. Voilà. Ja. Nu, ik heb dat eventjes aan mijn advocaat voorgelegd. En waar is die achtergekomen? Het blijkt zo te zijn dat deze 50% van de boom, de onderste helft, aan de heer Scheire toebehoort en deze 50% van de schuur behoort mij toe. Dus het is uw deel van de boom dat schade berokkent aan mijn deel van de schuur, meneer Scheire. Meneer Geijnaert, al zou ik meegaan in die belachelijke Hinein-interpretering, dan wil u eigenlijk zeggen dat het bovenste deel van de boom aan u toebehoort? Ja, dat klopt. Het deel dat geen schade toebrengt aan de schuur. En is het niet precies door de kruin die zoveel wind vangt dat de boom omgetrokken is? Mag ik u vragen dat uw delen van de boom die van mij niet meer ontwortelen? Nota bene, omdat die boom eind oktober nog in blad staat, de herfst is al lang bezig. Meneer Scheire, voor de grauwe abeel, dat is de boom waar het om draait, voor de grauwe abeel is het heel normaal om eind oktober nog in blad te staan. En bovendien, dat vind ik ook verschrikkelijk, daar ben ik pas later achtergekomen, heeft u een veel te groot deel van die boom toebedeeld gekregen. Want het onderste deel van de boom is van u. Wat blijkt, 90% van de boom, dat heb ik opgezocht op internet, 90% van de boom zit onder de grond en slechts 10% boven de grond. Meneer Geijnaert, dat is bij ijsbergen.
Ja, als ik eens iets wetenschappelijk probeer aan te brengen, dan telt het niet. Dat is ook gemakkelijk. Ja. Heer, de tijd zit er bijna op. Toch misschien het laatste woord voor meneer Geinaert. Ja, meneer Jan Ham, u begrijpt ook dat ik het hier niet bij kan laten. Mm-hmm. Ik heb deze middag dan ook formeel klacht ingediend bij de politie tegen de heer Scheire, tegen zijn vrouw en zijn kinderen. Mijn kinderen? Tegen uw kinderen ook. Ik doe het niet graag, meneer Scheire, maar u dwingt mij ertoe. Ik heb klacht ingediend voor het berokkenen van schade jegens mijn eigendom. Ja. Door nalatigheid. 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 Is dat het woord dat u wenst te gebruiken, inderdaad, nalatigheid? Dan heb ik nog een kleine verrassing voor u. Ik ben vandaag eens op bezoek geweest in uw werkkamer. Ah, heb u daar ook een boom op laten vallen misschien? Nee, dat heb ik niet gedaan. En wat heb ik daar gevonden in uw werkkamer? Tussen dingen die ik al jaren kwijt ben, nota bene. Jaren. Dit formulier. Herkent u dit formulier, meneer Geinaert? Ik heb mijn bril niet op, dus ik zie niet goed. U draagt geen bril, meneer Geinaert. Nee, maar ja. Ik zal u zeggen wat het is. Dit is een aanvraagformulier voor een verzekering voor storm- en brandschade die ingediend moest zijn begin augustus. Die lag op uw bureau, niet ingevuld, met koffievlekken erop en met een mooie post-it eraan die meneer de moderator misschien eventjes kan voorlezen. Dat kan ik doen. Dag lieven, ik regel het wel. Groeten, Jonas. Kortom, ik denk dat ik ervan mocht uitgaan dat u dit zou opsturen. Maar ik heb dat opgestuurd. Ik heb het in mijn hand, Jonas. Hoe dat zet geld niet? Kom ik een suiker komen lenen zonder dat ooit terug te brengen? Zet uw muziek misschien wel uit. Oh, jongen. Hey, we gaan dan eens zien dat er het laatste gras afgereden. Ik dacht, zeg, misschien geen goede dagsmorgen. Ik ga u tot kanten moeten maden. Een laatste woord nog, meneer Scheire. De zaak zit me zeer hoog, meneer Jan Ham. Dat kan u wel zien. Ja. En ik kan u ook vertellen, mocht de brievenbus van meneer Geinaert niet ook die van mij zijn, ik had er al lang in gepist. Goed. Wel, ik heb er al in gepist. Ah, fuck. Ja. Heren, hartelijk dank.